Context is, hoe vertel ik mijn verhaal? Ik heb iets te vertellen, maar hoe draag ik dat uit? Hoe zorg ik dat de identiteit van mijn bedrijf zo helder mogelijk naar buiten komt? Dat het klopt met wat ik te vertellen heb? Wat zou dat voor mij betekenen? En is het iets waar ik iets mee moet? En hoe dan wel? En dat is niet iets wat je uit een hoge hoed even haalt, maar daar kun je met elkaar of met je team, of als je wil, geholpen door ons, over nadenken. Wat betekent het voor ons? Direction, connection en context. Ik ga een verhaal vertellen. Iets meer over Gene Center voor degenen die ons niet kennen. U kunt gaan. Voor degenen die denken, ik wil wat meer van jullie leren kennen dan bij deze. Wij zijn dit jaar 40 jaar. Dat heb je misschien op de radio gehoord de afgelopen anderhalve week. We hebben 34 winkels. Wij zijn alleen in Nederland actief. We zijn met name sterk in het zuiden. Als je kijkt naar onze geholpen bekendheid, dan zitten wij gemiddeld op 70%. Maar in het mooie Brabant is dat 80. En in het ook wel mooie Westen is dat maar 55. Ik wil je graag meenemen in ons verhaal van de Jumbo-transitie. Dat was het onderwerp. Dat vertaalt in kansen zien en pakken. Dat is iets waar we eigenlijk al sinds de start van het bedrijf mee bezig zijn. En hier zie je, toen ik daar kwam, Jumbo anno 1995. En op dat moment hadden we ook nog maar 35 winkels. Ik dacht één ding, hoe kunnen we hier iets meer van maken? Hoe kunnen we iets neerzetten waar wij trots op zijn, waar we denken als familie dat mensen daar graag naartoe willen en dan komt de rest vanzelf. Maar ja, dat is iets wat ons bedrijf denk ik ook wel kenmerkt, kansen pakken en gewoon maar zien. Dat is ook het leuke van retail, dat is ook het fijne van de winkel. Als je iets denkt van je kan het gewoon gaan doen en als het niet werkt dan stop je ermee en als het wel werkt dan heb je iets gevonden wat dan ook goed is. Als je wil ontwikkelen, als je in beweging wil blijven en meegaan met de tijd, dat je bezieling nodig hebt, dat er een verlangen moet zijn in de organisatie. Start met een droom, want met een droom schep je een nieuwe werkelijkheid. Als je alleen maar een plan hebt, nou, dan kun je dat plan uitvoeren, maar dan zit je van ja, waarom moet dat eigenlijk? Hè? Ik heb het woord platform al een paar keer gehoord vandaag. We moeten als merk of als aanbieder zorgen dat we een platform of een community worden. Nou, dat zijn de nieuwe woorden eigenlijk. We gaan echt naar een totaal andere manier van zaken doen, waarbij niet meer de organisatie centraal staan, dingen bedenken waarvan ze denken dat ze goed zijn voor consumenten, sales, marketingbedrijven, maar we gaan naar een totaal ander model van interactie.